Zometeen gaat achter mij in de Stadsportaal de bekerfinale van District Zuid 2 tussen ZVV Oud-Glijn en ZVV Neerbeek. De jongens kennen zich met elkaar al jaren, dus het wordt een spannende wedstrijd. Terwijl ZVV Oud-Glijn voor de derde keer in de finale staat en Neerbeek voor de eerste keer dit seizoen gepromoveerd is naar de topklasse. Dus we gaan kijken en ik hoop dat je er een leuke paar minuten hebt om te zien. Michael, wie zijn de spanningen? Ja, spanningen zijn gewoon gezonde spanningen. Geen extra spanningen. We zijn het al gewend. Het wordt voor de derde keer achtereen, dus dan raak ze eraan gewend. Wie hebt zich dan voorbereid op vandaag? Ja, ik heel rustig. Vanmiddag heb ik met de Kenya gaan doen. Afgelopen middag afsluiting van de jeugd van Glijn Zuid. Speelt mijn zoon. Ja, en toen al gaat genijden en toen hij ingekomen. De tegenstander heeft ook een bekende keeper, Danny van Schendel. Je kent ze ook jaren. Ik zeg dat het vanavond de wedstrijd van de keepers wordt. Klopt dat? Ja, dat zou zomaar kennen. Ik heb ze twee keer zien voetballen. En, als ik kijk naar de keeper van hun, Danny, ja, dat is gewoon ook een klasbal. Ja, ik hoop dat ik niet veel te doen krijg en dat we gewoon lekker de bijker metnemen natuurlijk. Durf ze een hoeslag te geven van tevoren? Ja, dat is allemaal moeilijk, maar een 4-2 verwinning voor ons. De wedstrijd van de doelmannen, deze finale, wat denkt ze zelf van? Ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop gewoon eigenlijk dat we royaal voorkomen en dat ze af en toe maar een belk hoeven te pakken. Maar goed, de kans is natuurlijk groot dat Veer de doorslag kunnen geven. Ja, ik denk met Michael dat ze een hele goede hebben staan. En het is niet makkelijk te passeren, hij heeft zich in het verleden al bewezen. Dus Veer zullen er alles aan doen om te zorgen dat we hem toch te binnen krijgen. Dus we gaan gewoon ons eigen spel spelen. Ja, dat is moest niet denken. Halve finale van Morning Boys, TN1 winnen. Dit zal misschien eerder 3-3 of 4-4 weer. Dit zal echt niet dezelfde uitslag weer als Morning. Dat we beseffen weer ons absoluut zelf al. Ik denk dat deze ploeg gewoon... we hebben niks te verliezen, laat ik het zo zeggen. We vinden het super dat Fries staan. We zijn maandag gepromoveerd. We hebben niks te verliezen. Hè. Hun hebben hem twee keer gewonnen. Hun zullen zich moeten bewijzen. Hun hebben de ploeg weer bijeengeraapt zoals ze ermee begonnen zijn. Veer staan gewoon met het team over het hele jaar al met voetballen. Dus ik denk dat zou ons voor dan moeten zijn dit jaar. We hebben als ploeg denk ik maximaal alles aan gedaan om hier met z'n allen te kunnen knallen vanavond.
Rijk op de fiets met de overwinning. Ja, dankjewel. Ik heb gezegd, het ligt de wedstrijd van de keepers. Daniel van Schaal een bergpartie. Doe een bergpartie. Ja. Op de laatste keer opstootjes. Ik vond het wel een hele wedstrijd, kent dat? Ja, ja, de crisis toch. Het gaat geen zomaar. Dus ja. Dan allebei willen winnen. Dus ja, dan krijg je zo'n pot, denk ik. Is dit de derde keer een zonder gevoel dan het andere? Ja, dat wel, joh. Dat is de derde keer achterin. En ja, we waren in de laatste wedstrijd die ons geleid. Het stopte met? Ja, ik wou lekker voetbal in al. Ik ben op tweede. Dat is goed geweest. Ziet je al? Ja, dankjewel. Derde keer? Derde keer. Ik vind het wel een geweldige prestatie. Goede tegenstander. Zeker de eerste helft. Verdient gelijk. Ja, in de tweede helft weer 2-1 maakte. En vanomen aanstand 3-1. Ja, toen wordt de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Er moesten hun komen. En ik denk dat Veer toch wel een technisch overweg hebben, wat ze zelf gezien hebben. Een bijzonder mooie goal, vond ik het. Ja, dat was ons ook van Jan-Peter Erkens. En wie de derde bal, de keeper, ligt op de grond in de wagen. Het worden eigenlijk allemaal auto van Peter van Tempel. Het zit aan de goal, hebben 7 mooie goals gezien. Dat denk ik ook, joh. Ja, het was reclame voor hetzelfde. Ja. Om het zo goed te zien. Ja, en ik denk dat zie je ook een aan zien. Dat is wel goed. Dat kunt u dan nog goed te pakken.